Dinsdag voormiddag heeft er een zware brand gewoed en dat boven op de Pollarenberg aan de Roe. De brandweer kwam massaal ter plaatse, maar kon door de uitslaande vlammen de loods niet betreden. In de loods was een grote hoeveelheid mazoet opgeslagen. De tank lekte, waardoor een deel van de mazoet op de straat terecht kwam. Hoe het vuur is ontstaan is voorlopig nog niet duidelijk. Door de hevigheid van de brand werden de omliggende woningen ontruimd. De zwarte rook was van kilometers ver zichtbaar en trok over het centrum van Ninove. De omgeving werd afgesloten voor alle verkeer. Ninove Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovemedia@telenet.be of 0495 69 32 72.